Ik kan nog niet aangeven wat de oorzaak is van de brand. Dat wordt straks onderzocht. Nu focussen we ons op het bestrijden van de brand. Het zorgen dat de brand zich niet uitbreidt. Dat is nou de primaire taak. Want hoe groot is de brand? Nou, het is een waxfabrikant en in ieder geval de fabriek, het bedrijf, staat in brand op dit moment. En wij zorgen in ieder geval ervoor, we proberen in ieder geval ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder gaat uitbreiden. Ja, want hoe groot gedeelte van het bedrijf staan er in brand? Hoeveel complexen staan er op het terrein? Dat kan ik je op dit moment niet exact aangeven. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb daar nog geen totaalbeeld van. Die enorme rookpluim die nou richting Bladel gaat, is er nog iets van gevaar voor de inwoners van het dorp? Nou, rook is uiteraard nooit goed. Er zijn hier continu meetploegen aanwezig die in de gaten houden of er risico's zijn. En mochten daar zaken uit naar voren komen, dan zullen wij daar uiteraard melding van doen. Ik heb ook vlagen opgevangen van een bejaardentehuis dat hier in de buurt zou zitten. Is daar nog iets mee gebeurd met de bewoners daarvan? Op dit moment niet. Het is helemaal afhankelijk hoe de rook zich gaat ontwikkelen. En daar zal dan naar gekeken worden welke keuzes daarvoor gemaakt gaan worden. Zijn er gewonden gevallen? Nee, er is voor zover nu bekend niemand gewond geraakt. Zijn er ook mensen geëvacueerd? Ik heb begrepen dat er mensen die hier woonachtig zijn, dat die nou elders ondergebracht zijn. En zijn zij nog onderzocht? Hebben zij gevaar gelopen? Er is niemand gewond geraakt tot nu toe, voor zover ik heb begrepen.